kijken naar helemaal aan de binnenkant. Zit er naar het was. En wie is er nou ruimte? Er is er ook een helemaal in voor. Laat die toch een gaatje open daar, Lozen van de Brink. En dan gaan we de goede plek in de hele belangrijke derde plek. We gaan drie man meenemen naar de Brink van. En één van even de promotieklas. En we kijken naar helemaal Brink. We kijken naar Lozen van de Brink. En het is een goed bosworst. Twee rijders uit de hele plaat die van de eerste drie. En gaat hij dat volhouden? Want we zien er achter nog 3,95. Of Teddy van Doesburg. En daar gaat het om. Iets andere lijn in de laatste bocht. Brink is veilig. Van de Brink is veilig. We hebben nog één plekje over. En het wordt meer zwaar door Rietjemans aanbieden. Gaan we naar de volgende groep gaan kijken. En dan zien we daar inderdaad een hele goede stap van Paul van der Leij. Hij heeft hier de korte voet in de lijn. Een hele rare lijn. Dat is de eerste man van helemaal buitenland. En dat kan iedereen aansluiten. Ja jongen, dat maakt het jezelf wel heel moeilijk. Dan gaan we in ieder geval kijken wie er nog meer meekomen. Dan gaan we kijken naar Geert van de Munt. Van de Munt op positie nummer 2. En dan zien we inderdaad hier de andere man uit Berenvaart. Hier is Rie Bos. En dan was het inderdaad Madsen. Ik ben al gecorrigeerd van de zijkant. Maar het is opnieuw Berenvaart. We gaan met drie man daar aan finale halen hoor. Geert van de Munt met Poten van Blijf. En Rie Bos, die maken de aanfinale compleet bij de promotieklasse van Beheren. Gaan we door naar de volgende, we gaan door naar de cruiserklasse. We gaan door naar de dames cruiserklasse. En we zien daar een hele goede start van de dames met de beste sprintspieren, kunnen we misschien wel gewoon zeggen. En dan hebben we ook de Femke Maaitak. We zien in ieder geval twee dames die zichzelf uitstaken met onder andere Petite Moes erbij. Dan we kijken naar Ruby Huisman, de dame op positie nummer 2. Net voor Gerrybal en Kim Brinkman. Drie plekken weer voor de A-finale. Of drie plekken voor een grote finale. Want dat is natuurlijk wat we bij de cruiser doen. We gaan kijken hoor, want we gaan er zelfs vier meenemen. En dat betekent dat Kim Brinkman aan de goede kant in de rij natuurlijk met acht vandaag. Dat betekent Maaitak Huisman met Paul en ook met Kim Brinkman mee naar de finale. Die gaan die finale compleet maken. We kijken in ieder geval naar die dame in het paard hoor. We kijken naar de dame die rijdt voor de buurtkloster om het. Maar ze komt volgens mij door uit de buurtkloster mee. We kijken naar Cinta Gering. Zij is de beste vertrokken hoor. Bernadette Havenkamp krijgt ze met zich mee. Samen met Wietse Bloemhoff en ook Lisbeth van Nieuwenhuizen zit nog aan de goede kant. En dat betekent dat Cynthia Waaijberg vol aan de bak moet aan vanaf positie nummer 5. Met eentje van Elsa op 6 volgens mij. Maar we kijken vooraan. Gering lijkt het toch veilig te zijn hoor. 2-3 de voorsprong van Havenkamp en ook Bloemhoff gaat mee en dan houden we één plekje over, daar zit de spanning nog en wie kan dan het beste veren op het laatste stuk? Ja, het wordt gewoon niet met zo'n nieuwe huis hoor. Zij mag toch mee naar de finale met een cruiserklasse dames. Jongens van 6 jaar, hier hebben we dus een halve finale met een Nederlands kampioen in ons midden. En dat is Jan Kraus, maar hij gaat niet aan de leiding hoor. Maar dat is dat mannetje daar, op dat witte fietsje, die komt daar volgens mij. Ja, waar rijdt hij dan voor? Hij was uitgeleerd, die rijdt voor Apeldoorn natuurlijk. Hij gaat er aan de leiding hoor, 204 met het nummerbordje. Dat moet hem zijn. Of is het toch nog iemand anders? We gaan kijken. 341, dat is het. Mitchell Goering natuurlijk hoor, hij zit erbij. Goering op positie nummer 1, maar uitgeleerd zit er op 3 achter Kraus. En dan hebben we nog een plekje over. En ik kan u ook vertellen hoor, die gaan naar Amazone. Amazone gaat het laatste plekje pakken hoor. Maar wie zal dat dan zijn? Is dat jaar in de laatste van de 703. Een close finish hoor. Foto finish ook voor mij vanaf hier. En dan moeten we allemaal wachten wie er zo'n laatste van dit groepje doorkomt. Naar die finale van die 6-jarige heren. Is er op een grote plek weer achter. Maar ja, dat is dan niet meer belangrijk. Want we gaan alleen maar kijken naar die eerste 4 plekken. Want die kinderen kunnen toegang op een grote finale. We gaan kijken naar Mr. Brink hoor. Ja, Jamie O'Brien. Die gaat naar de raadlijn, de man van Green Agents, helemaal aan de lot in deze halve finale. En hij gaat toch wel zien dat hij de grote titelkandidaat is hier voor de grote titel. Zelfs de Doren Meijers, en hij gaat mee. 467, Milan de Haas. En 436, ook hij komt eraan. Bram van Kessel, positie nummer 4. Met een voorsprongetje daar op de Kethoffer. Gaat dus hij de finale halen met jongens van 6 jaar. Jongens van Aten zijn nu weer een jaartje ouder. Valpartij daar door twee mannen. En onder andere Teun de Bosnet erbij. En die andere man komt voor Amazone. Dus ook deze van Holland is aangezien. Maar we gaan vooraan kijken. We zien in ieder geval Nuland erbij. Maar die rijdt daar nog helemaal aan de leiding. We gaan kijken hoor, als hij hier naartoe gaat komen. Er is een man in de droog. 1905. Luc Kuipers, hij zit erbij. En dat de wijrijders doen heel goed mee. Met Lely van Hoogte die de hele dag al ijzersterk is. 468. Ook hij komt mee hoor. En dat is Max van Binten. En dan gaan we daar helemaal mis nog achteraan. En dan gaat Nuland ook dat tweede ticket afpakken hoor. Max van Binten, hij kan dus ook mee. Samen met Forens van Kessel. Want dat is de laatste ronde die er gaat worden. En ook hij gaat dit dus plaatsen voor het finale.
Jongens van 8 tweede halve finale. En we gaan kijken naar die man in het midden. Hij komt hier vandaan door. Jumping high, 702. Brian van Heuvelijk. Hij is wat. Ja, dan gaat die Terry zorg even doen. Hij heeft nog een half meter check eruit. Op die hele snelle man uit die land. En dat is al denk ik 419. Ik moet een beetje gokken hoor. Maar het kan zomaar Chris van Sappen zijn hier op positie nummer 2 rijdt. En dan zien we ook Nijkerk meekomen. Nijkerk hier in de baan is een man met nummer 1. Rikje Meijs. Ook Meijs zit er dus goed bij hoor. En dat is inderdaad die man. We stappen daar op 2 achter van Heuvelijk. En van Heuvelijk hebben we dus inderdaad de stappen. En we Rik Meijs er dan met 52 komt hij eraan hoor. Tim Gozens. Gozens hier op positie nummer 4. En gaat dan maar rennen. Het lijkt er wel op hoor. We wordt misschien nog een bovenfinisje. Maar dat kan hij zich zomaar plaatsen. Voor die finale. Voor die 8-jarige heren. Heren van 9 jaar, hier hebben we dus een halve finale. We gaan kijken naar een man die heel goed naar weg is. De man van Eerling Groenstie. Wessel van Dijk, hij zit er weer bij hoor. Hij zit er heel goed bij. Hij zit helemaal vooraan. En die krijgt hij met zich mee. Dus eruit hier weer. De man van Apeldoorn, hij zit er op positie nummer 2. En daarachter is het spannend hoor. Want we zien Amazonen op de 5e positie. En dan zit hij net fout hoor. Dus het is hier aan Kaasjager de taak om naar voren te gaan komen. Dan weet hij dat al, is het al gelukt. Ja hoor. Het is Kaasjager. Hij zit daar inderdaad die vierde plek achter nummer 72. En 72 is dan Schoonenbeek. En gaat hij dan voor? We zijn een heel spannend rit in de finish hoor. Oh, wat een heel spannend rit in de finish. En wat is dan de volgende finish die dan? Vierde meemaakt naar de finale van de 9-jarige heren. Volgende semifinal in deze leeftijdscategorie. Met een hele mooie sprong van Cornelis Roosakker. En dan gaat hij er natuurlijk nog bij. Damon Goering. Ja hoor, hij is het. Damon Goering daar op positie nummer 4. Hij komt heel goed mee aan te brengen van de Kuip. En als hij het vol gaat houden, dan kan hij zich op plaatsen dus voor de finale van de jongens van 9 jaar. En het gaat lukken hoor. Van 1240, Noah Hameling. Hij zat er wel een beetje bij. Maar hij moet toch afhaken hier op een finale plek. Jongens van 9 jaar. Gaan we door naar de jongens van 10 en dit is een leeftijdscategorie hoor. Sluit ze allemaal maar eens op, sluit ze maar op. We kijken naar Niels Homburg, we kijken naar Mika Pauwstraat, we kijken naar Lente Steven. Een hele pak hier bij elkaar en ze gaan sneller. We hebben Thijs Laman zitten nog bij op positie nummer 3. Hebben we de eerste 4 heren al gehaald? Dat betekent dat Nijkerk aan de deur moet gaan kloppen. Maar hij kost, hij zou naar voren moeten. Maar ja, dan moet hij een Nederlands kampioen voorbij hoor. Dat is Lente Steven daar op die vierde positie. Maar helemaal vooraan, hij komt hier vandaan hoor. Oh, en dan is het natuurlijk Wino van Rijswijk. Ga ik daar helemaal bewust in. En dat betekent dat die andere man hier vandaan aan het worden moet. Door Rijswijk erdoor, Koolstraat erdoor, Laman erdoor. En dan hebben we nog één plekje door en die lijkt toch naar de Nederlandse kampioen met verzegend eraan. Jongens van 10 jaar, dus we hebben een groep. En we gaan kijken naar die man van het Twente Rock. 530. En hij is goed getrokken hoor. Nick Bloemendaal. Hij gaat hier aan de leiding en dan zien we weer een Toma. En die komt er binnen door hoor. Hij komt er binnen door bij Nick Bloemendaal. En gaat daar naar de leiding toe. Maar die twee mannen zijn sterk hoor. Ze gaan nu verder wegrijden. Verder wegrijden bij Damien ter Hos. Maar die zit ook wel een goede kant. En dan houden we nog één plek over. En dan zien we ook een zwart meestrijden. In Zuma. Samen met de Turkie. Die gaan ze strijden. En die gaan we nog meenemen. Het wordt een heel spannend moment in de finish. En dat is dus een echte volgende finish. Met je halfjarige op de halve finale van die 10-jarige heren. De semifinale van de Cruisers. Ja hoor, hij is er weer. Als de finale gaan komen, dan komt hij weer aan. Ook die Jacob, de 15e gebied. Het Kroegerwerk, ja, hij heeft niet meer tijd om te trainen. Nou, we zien er helemaal niks van hoor. Hij gaat hier voor de leiding pakken. Hij krijgt dat brood van de Hurin met zijn mee. Nou ja, dan heb je niet de minste in je achterwiel hoor. Maar hij doet dat heel goed hoor. En wie zit er dan nog meer bij? Willem van Doesburg bijvoorbeeld aan positie nummer 3. En met 391 hebben we Danny Barton erbij. En dan is het Mr. Veenstra. Ja, hij rijdt heel veel klassen. Maar dan gaat hij nu net niks pakken. Want met positie nummer 5, Veenhuis, bij de Cruises, 15 tot 13 jaar. Volgende semifinal, we gaan kijken wie hier de koppositie te pakken heeft. Ja hoor, dit is de Ivo Krimo, Rocky Kuipers. Hij zet daar de eerste bocht te trekken aan. Zet daar op Thomas Jouwens
achter hem. En dat betekent ook dat positie nummer 3 hier gaat naar de extreme fun member. En dat is dan in dit geval denk ik, ja natuurlijk hoor, die kunnen we niet vergeten. Tom Sluiter, hij heeft nu een koppositie op te pakken hoor. Zie de geest van dezelfde naar voren komen, naar positie nummer 2. En dat betekent ook dat Rodney Kuipers ook moet gaan passen. Want we zien ook alweer zijn lader aansluiten, denk ik, de man met 350. De vier mannen die ook nog de snelste zijn hoor. En zij gaan ook door naar de volgende ronde. Dat is vrienden, boys, 11 jaar, daar zijn we mee gestart met Lotto Heroes, 13 boys van Arsenal natuurlijk. Maar we kijken naar die hele snelle waarde van Arsenal door. Dan hebben we het over deze drie Kleiboer. Kleiboer is hier de eerste man die vertrokken is. Helemaal hersteld van alle titels die hij van 20 gehad heeft. En dan zagen we het al vorige week dat hij helemaal terug is hoor. De vorm die we vorig jaar zagen, neemt hij mee en hij gaat hiermee naar de finale in de categorie boys van 11 jaar. Die neemt die met zich mee. We kijken naar Jeroen van der Wiel, de man van de voetbal die we mee gaan nemen. We kijken naar Ander Zoden, hier op de thuisbaan, Boy van Hassel. En dan lijkt het Schoneveld te zijn. Dan komt er nog een aanval van 2,59. Jurien Koor, hij kan nog mee. Hoor, hier gaat de foto 4 tussen Koor en Schoneveld op die laatste finale plek bij de boys. 11 jaar. En dan gaan we 4 mensen aan toevoegen met de kopstap voor de uit Nijkerk. Plaats nummer 86, Jero Groot. En het is zo'n beetje zuurig.